sterke verhalen, Stekel. Ja. Goed, we zitten hier nog even wat oude verhalen op te halen. Je weet, dat doen we graag, dat doen we veel, dat doen we vaak. Zullen we ook blijven doen, dat is belangrijk. We zijn nu al 3 jaar met topnames bezig. Jij bent eerder bij ons te gast geweest, Ben White, VC for Africa. Hebben we eerder over gesproken met jou. En we vinden het leuk om een tijdje later weer met mensen te praten van hoe gaat het nu. Laten we even bij het begin beginnen. Wat is VC for Africa? VC for Africa, Venture Capital for Africa. Het is een community van ondernemers. We hebben een online platform, vcforafrica.biz, waar deze ondernemers die schaalbare businesses over geheel Afrika aan het bouwen zijn, bij elkaar komen in 1 community. En we koppelen die ondernemers aan de financieel en de non-financieel middelen die ze nodig hebben om vooruit te komen met de businesses die ze willen neerzetten. En onderdeel daarvan is toegang naar kapitaal. Dus onderdeel van onze community, dat zijn dus ook investeerders, angel investors, venture capital funds, impact investors, die deze ondernemers ook willen ondersteunen. Ja, nu sinds de laatste keer dat je hier was, is Afrika enorm booming. Althans in de media, van iedereen schrijft erover en het gaat zo goed met Afrika en het groeit. En hebben jullie dat ook gemerkt, dat er meer aandacht kwam voor jullie platform? Vanaf het begin is het eigenlijk alleen maar een soort stijgende lijn. Dus ja. We waren in 2006, 2007, zeg maar, waren we begonnen met VC for Africa. En toen was het gesprek nog heel erg beperkt. Het was nog nieuw. Je had private equity en je had microfinanciering. En ertussenin was er gewoon heel erg weinig. En in de loop van de jaren zien we eigenlijk gewoon een soort acceleratie. Aan alle verschillende kanten. Dus je merkt dat de discussie die groeit vanuit Afrikaanse overheden. Vanuit de critici, de Afrikaanse critici, die steeds meer zeggen van we moeten investeren in onze eigen mensen, in de kracht van onze eigen mensen. We moeten investeren in onze ondernemers die oplossingen zien voor de opportunities en challenges die wij hebben als bevolking. En je ziet die discussie dus ook internationaal ook steeds groter worden. Dus VC for Africa als community, die groeit daar gewoon in mee. En we willen eigenlijk ook een proactieve rol en een aanjagend rol ook hebben in het vordering van de discussie. Mm-hmm. Dus kijken ook hoe, als die netwerk van ondernemers, als die groeit, dan is die stem van die community van ondernemers, die wordt dan ook sterker. Dus we zijn ook een paar weken geleden uitgenodigd voor de 5th EU Africa Forum in Brussels. Daar hebben we 40 investeerders uitgenodigd voor een paneldiscussie. En daar hebben we dus als groep ook kunnen bepalen van wat zijn de dingen die wij willen als private sector? Wat zijn de 10 dingen die wij willen zien die de komende tijd moeten gebeuren? Waar moeten we nou ons voor hard gaan maken? En waar moeten overheden nu in gaan investeren? En dat was een kans om dat zeg maar ook aan het politiek systeem, zeg maar, onze recommendations te overhandigen. Hey, we doen niet alle 10, maar het begin is bij de eerste 3. Wat zijn de allerbelangrijkste dingen die moeten gebeuren? Intellectual property legislation is heel erg belangrijk. Ideeën, dingen die mensen beginnen, die worden door anderen even makkelijker overgenomen. Ja, kun je die beschermen? We hebben een bedrijf in Egypte, dat heet Vivify. Die hebben een sticker, touch sticker technology ontworpen. Dus je kan eigenlijk elke interface wat je ook hebt, kan je eigenlijk als interactive device kan je daarvan maken. Prachtig techniek. Ja, dat willen ze registreren. Dat zou heel moeilijk, dat is heel moeilijk, maar dat zou heel makkelijk moeten zijn. Je wil innovatie, dat wil je vorderen, wil je stimuleren als overheid. Maar ook bijvoorbeeld belastingtechnisch allerlei verhalen. Hoe kan je die belastingssystemen streamlinen? Ook als het gaat om zeg maar buitenlandse geld en land binnenbrengen en ook weer eruit halen. Als je foreign direct investment naar je land toe wil trekken, is het ook belangrijk dat investeerders een manier hebben om dat geld weer uit het land te trekken als het dan zo ver komt. Dus er zijn heel veel verschillende dingen die overheden kunnen doen om meer activiteit te stimuleren. Je zegt, we zijn een community, hè? Maar wat gebeurt er dan op die community? Zijn er zeg maar ondernemers die zeggen, ik heb een vraag of ik heb een probleem of ik heb geld nodig op deze manier en anderen die dat kunnen inschrijven. Wat gebeurt er op die community? We zijn dus eigenlijk gebouwd en opgezet als een soort virtual incubation system.
Een fysieke accelerator, die kan, omdat er gewoon zoveel ruimte is en zoveel mensen die zo'n programma kunnen ondersteunen, die kunnen dan misschien 10 bedrijven per klas door hun programma heen brengen, zoals Startup Bootcamp of Rockstart. Ja. VC for Africa is virtueel. Wij kunnen datzelfde soort ondersteuning bieden, maar dan aan miljoenen ondernemers. Dus onze doelgroep, wij schatten in, dan praten we over 6,7 miljoen ondernemers die wij proberen te bereiken met onze community. Voor ons maakt het niet uit waar een ondernemer is in hun ontwikkeling. We moeten alleen weten waar ze zijn in hun ontwikkeling. Want ze moeten gewoon in de juiste kamer gaan zitten met de juiste mensen op de moment waar dat relevant is. Dus wat er gebeurt is ondernemers in verschillende fases van ontwikkeling. Die komen bij de community, die worden lid en die gaan dan aan de slag. En sommigen zijn nog in de ideefase en anderen zitten echt op een moment dat ze goede financiering willen ophalen. En ja, we hebben dus eigenlijk een systeem wat beide ondernemers kan ondersteunen en bedienen. Ja, wat is de vorige keer ook even over gehad, en toen waren jullie ook nog heel erg dat aan het uitvinden. Wat is de success rate? En dan bedoel ik eigenlijk, weet je, de leden die er zijn, die mm-hmm. verzoeken om financiering. Mm-hmm. Hoe vaak lukt het om partijen te matchen? En ik vraag het ook, omdat mij opvalt, viel me de vorige keer ook op, dat er heel veel voorstellen en vragen staan van hele kleine bedrijfjes. Van mm-hmm. iemand die verkoopt groenten in Noord-Zambia. Een ander die wil een business tijdschrift beginnen in een dorpje ergens in Malawi. Mm-hmm. Ik zeg maar wat hoor, maar dat soort van hoe match je dat en wat is het succes wat je kunt laten zien? Ja, dus ik had ook al de vorige interview bij jullie weer bekeken. Gewoon, dat vond ik ook interessant. Van, hoe was dat nou eigenlijk? Wat was dat allemaal toen? En toen hadden we 180 ventures geregistreerd. Ja. Dus niet iedereen kan zomaar hun idee bij ons online zetten. Iedereen kan een venture profiel beginnen, aanmaken. En ze kunnen daaraan sleutelen en daaraan werken tot een moment of een punt waar ze denken van nou, dit is publiceerbaar. Maar dan wordt dat nog door onze team gescreend en gecheckt en dan wordt het pas echt gepubliceerd. Ja. Dus vorige keer hadden we het over 180 ventures. Ja. Nu zijn dat meer dan 1000 ventures over 40 verschillende landen. Ja. We hadden in eind 2013, vierde kwartaal van 2013, hebben we dus de initiatief genomen om de SME Performance Index als initiatief te gaan starten. Want daar is dus gewoon een schaarste aan data en informatie. Hoe gaat het met die bedrijven? Groeien die bedrijven? Lukt het hun om investering te vinden? Hoe werkt dat nou eigenlijk? Ja. Hoe zit dat in elkaar? Dus we hebben in 2014 was het 800 ventures die we online hadden. Dus we hebben die 800 ventures persoonlijk een mail gestuurd met een aantal vragen. En we hebben dat informatie verzameld en hebben we een beetje uitgewerkt en gekeken van ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? En 70 bedrijven die hebben dus informatie gegeven over hun investeringsprogress. 70 hadden 12 miljoen euro opgehaald. En van die 12 miljoen had je dus startups die zaten echt op een gemiddeld investering van 80.000. En de goede financiering of goede fase ondernemingen die zaten op 230.000. Dus dat is een beetje de indicatie die wij hebben van ja, hoe gaat het met die ondernemingen en wat voor geld kunnen ze ophalen. Ja. Bert de Boer vraagt zich af welke regio's in Afrika zijn leading. Kunnen verschil maken tussen verschillende regio's in Afrika? Je moet Bert vooral ook even op de website kijken, want er staat een hele mooie kaart. Ja. Ja, maar goed. Ja, hij zit nu te kijken hier naartoe en hij stelt een vraag. Oké, sorry. Het is een beetje zoiets als zeggen, ja, Google het maar even. Ja. Google. Google Tier 1 Countries. Dus Google heeft eigenlijk een lijst van landen over de hele wereld. En die splitsen op in Tier 1, Tier 2, Tier 3. Op basis van internet connectivity. Als VC for Africa.biz zijn wij gewoon in internet enabled platform, zitten we dus eigenlijk ook met Google te mikken op de landen met de beste connectivity. Dan heb je het over Zuid-Afrika, Egypte, Ghana, Kenia, Senegal, Tunesië.
Ja. Ja, dus als de connectivity er is, dan zie je de... Dan hebben sowieso meer ondernemers toegang naar het internet, meer toegang naar het informatie, lezen meer over startups, lezen meer over angel investing, over ja, dat hele wereld omheen. En daar zie je dan per definitie gewoon meer activiteit. Ja. Dus de grote steden hebben ook accelerators, incubators, coworking spaces. Dus ook zeg maar dat fysieke infrastructuur en die lokale platforms waar ondernemers naartoe kunnen en zeg maar aansluiten aan de global innovation ecosystem. Ja, even twee vragen gecombineerd. Onder andere van Ronald Kleverlaan. Wanneer voegen jullie crowdfunding toe naast de offline meetings en investeringen? Zoals bijvoorbeeld bij mymicroinvest.com, ik weet niet of je de site kent. En Johan Schaap, wat meer algemeen, speelt crowdfunding überhaupt een rol als financieringsvorm in Afrika? Dus wij geloven sowieso in een equity participation model. Dus de ventures die wij online hebben en die wij ondersteunen, die zoeken sowieso tussen 10.000 en 1 miljoen in financiering. En in onze belevenis en in de visie die wij volgen, hebben we minder zeg maar, interesse in mensen die achteruit leunen en 5 euro overmaken en daarna een foto of een mooie reportage willen. Wij willen eigenlijk... En heel veel van onze investeerders die onderdeel zijn van ons netwerk, die zijn zelf ondernemers. Die hebben zelf dingen opgezet, die hebben zelf dingen bereikt en heel veel geleerd, zeg maar. En als zij gaan participeren in een onderneming, is het dan voor 50.000 of voor 250.000. Maar die worden dus ook actief onderdeel van het bestuur. Die gaan zich er ook mee bemoeien, ja, die worden mentor. Echt, die ondernemer die heeft zeg maar dat interactie met zo'n investeerder ook wel nodig. Van, ja, met andere woorden, wat je wel zegt, jullie platform is gebouwd vanuit het perspectief van de investeerder. En niet noodzakelijkerwijs vanuit de venture die geld nodig heeft. Nou, ook ondernemers. Want ondernemers die zoeken investeerders waar ze ook een band mee hebben. Die zien is dat wat, per definitie zo? Jij kan je investeerder kiezen. Nee, maar crowdfunding, als je ondernemer bent, als wij zeggen tegen een ondernemer, zou vanuit ondernemer natuurlijk een prima optie kunnen zijn. Dus niet voor niks dat zoveel mensen dat doen. Nou, in het begin kan het ook heel mooi zijn op te zetten. Jullie faciliteren dat bewust niet, dat is eigenlijk wat je zegt. Nou, er zijn meerdere dingen. Want als we het over equity crowdfunding hebben, dan praten we over... Sowieso hebben wij leden in 169 landen. Mm-hmm. 169 verschillende jurisdictions. Dus als je daar in equity crowdfunding solution voor wil ontwikkelen, is dat sowieso heel erg complex. Maar goed, je hebt dus inderdaad ondernemers die 5.000 of 10.000 moeten ophalen om een pilot uit te rollen. En die komen dus niet aan tafel bij een investeerder. Die hebben de rijke oom al een keer gebeld. Die hebben al wat geld van de broer geleend. Dus die zouden zeker wat geld van een soort crowdfunding kanaal... Die zouden dat zeker als middel kunnen gebruiken. Ja, ben je ziet van de goede orde. Want wat jij net zei, dat komt namelijk... als Ronald thuis, die zit gewoon echt... Ja, die zit nu een beetje rood te worden, weet je wel. En terecht, wat mij betreft. Want wat jij nu eigenlijk hier zit te zeggen... Ja, al die mensen, weet je wel, die 5 euro instoppen en die dingetjes, dat is allemaal interessant. Nee, dat is iets heel anders. Als jij de crowdfunding goed doet, dan wat je namelijk aan het doen bent... is kijken of er een publiek is voor je product bijvoorbeeld. Ook. En ook als je een product hebt wat 5 euro kost of wat 25 euro kost... en je kan laten te zien dat het 1.000, 10.000 mensen zijn, is dat misschien wel een veel grotere validatie van je product, mm-hmm. dan dat je iemand vindt die er een miljoen in wil steken, omdat die toevallig op één dag gevallen is voor jouw verhaal. Mm-hmm. Zal ik even tegen je zeggen, dat is een beetje een raar verschil wat je hier maakt. Allebei die routes kunnen volgens mij namelijk even waardevol zijn. Wat je ziet bijvoorbeeld is steeds meer platforms die lokaal opkomen voor crowdfunding. Dus in Ghana heb je Slicebiz. Slicebiz is ook gekoppeld aan GAIN, which is the Ghana Angel Investment Network. Dat is een hele belangrijke platform voor de lokale ondernemers daar, die aan de ene kant crowdfunding willen gebruiken om wat geld op te halen, maar dan ook zeg maar direct die koppeling maken met die angel investors. In Kenia heb je ook zo'n voorbeeld van een platform die richt zich op die spaardersgroepen.
Dus in Kenia heb je heel veel groepen die mensen van hun wijk, zeg maar, bij elkaar komen. En elke maand stoppen ze wat geld in een gezamenlijke potje. En dan wordt dat als groep, wordt dat geld beheerd. Eén heeft een zoon die naar school moet en een andere heeft. Mooi. Maar dat wordt dus ook, die spaardersgroepen, die zijn steeds meer ook geïnteresseerd van, ja, hoe kunnen we ondernemingen ondersteunen? En die gebruiken dus dat soort platforms. Dus daar zie je dat lokale platforms, die heel erg zeg maar ingebouwd zijn in het lokale structuren en manieren van hoe dat werkt. Die hebben dus ook in een rol te spelen aan het hele verhaal. Maar voor VC for Africa hebben we dus echt investeerders. Vanaf het begin ook voor gekozen, want dat is waarom je ook zo heet. En die echt grotere investeringen maken. En dan heel erg in die equity participatie. Ja. Zijn er bepaalde dominante trends in Afrika als het over ondernemen? Of maakt dat een verschil met wat er hier gebeurt? Als je het kijkt over waar VC's hun geld in stoppen of waar ze in geloven of waar ze in... Nee, je ziet heel veel, er zijn sowieso trends. Eén interessante wat ik zelf vind is bijvoorbeeld in de energiesector of in water. Je hebt nog heel veel mensen die nog niet, zeg maar, aangesloten zijn bij het nationaal systeem. Dus ja, hoe kan je die mensen voorzien van toegang naar energie en water, elektriciteit, et cetera. Dus je ziet steeds meer proposities met micropayment solutions die deze mensen die net nog niet onderdeel zijn van de grid, quote-unquote, dat ze zeg maar wel kunnen profiteren van een professionele service en dan met het invoeren van micropayments. Dus dat is een trend die heel interessant is. En zo zie je dus eigenlijk in gezondheid en onderwijs en in al die verschillende sectors zie je dat er meerdere ondernemers aan de slag zijn met dezelfde soort vraagstukken. Ja, hoe komt het nou dat in, ik zat even te kijken, dat in landen met een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau in Afrika, dat je daar zulke enorme verschillen hebt in aantallen van members en bedrijven die jullie ondersteunen? Het varieert enorm. Ja, maar ga verder. Waar wordt dat door veroorzaakt? Is dat toeval of is dat alleen maar connectiviteit? Of hoe werkt dat? Nou, je zit er heel groot in Ghana. Maar een land als Zambia heeft tegenwoordig ook een prima online infrastructuur. Daar zit je weer heel weinig. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat daar verschillende elementen of redenen voor zijn. Sowieso Ghana heeft eigenlijk best wel goede infrastructuur qua incubators, tech hubs en coworking spaces. Meltwater Institute, iSpace Ghana, M-Friday, Busy Internet was one of the first, een van de eerste echte internetcafés in Afrika. Er zijn hele mooie rapporten over hoe dat is neergezet als model. Dus Ghana heeft wel heel veel van dat soort spaces, van dat soort organisaties. Zit ook naast Nigeria, de grootste markt van het Afrikaanse continent. Ja. Dus het is niet uit het niets dat Ghana zeg maar heel veel ondernemingen heeft. En wij als VC for Africa, wij zijn dus ook waar dat mogelijk is in Ghana. En actief met de fundamenten en met de organisaties daar. En als community zijn we ook afhankelijk van onze leden. En waar leden van de community zeg maar opstaan en zelf de initiatief nemen en zeggen van nou, ik ga hier in Lusaka ga ik mensen organiseren, ga ik meetups dat aan de gebeurt slag dan met om die... een of andere reden niet en daardoor gebeurt er daar ook veel minder. Ja, precies. Dus we hadden laatst iemand in Londen die was gewoon super actief en daar is ook voor de financial sector is Londen gewoon heel erg belangrijk. En die heeft gewoon enorm veel gedaan om die community in Londen op te bouwen. En dat is natuurlijk prachtig, willen we ook overal hebben. Ja, we hebben bijvoorbeeld iemand in Singapore die heel graag daar de community wil neerzetten. Dat vinden we fantastisch. We doen alles wat we kunnen om iedereen te ondersteunen. Ja. Hey, en hoe verdien jij je eigen geld? Dus we hebben nog geen pivot gehad van de vorige keer dat we hier waren. Dus het is nog steeds hetzelfde, een freemium model. Dus in het begin is alles gratis. Iedereen heeft toegang naar de site en naar de basis tools en services.
Investeerders die kunnen voor een pro-account $39 per maand. En die krijgen dan een eigen dashboard. Kunnen ze zelf inrichten op hun op de karakter waarop ze willen investeren. Ze hebben toegang naar die ondernemingen die aan het fundraisen zijn. De documenten van de fundraise. Die hebben toegang en ondersteuning vanuit onze team en ook onze netwerk van partners. Dus bijvoorbeeld BDO, dat is de 5 grootste tax consultancy ter wereld. Die hebben kantoren in 15 Afrikaanse landen. Dat is natuurlijk heel handig voor ondernemers en investeerders die deals proberen te sluiten. En zo hebben we een aantal samenwerkingen die gunstig zijn voor die investeerders. En we runnen ook programma's. Dus er zijn organisaties die gebruik willen maken van onze infrastructuur of toegang zoeken naar de markt. En dat kunnen we dus ook faciliteren in de vorm van programma's die wij opzetten en managen. Ja. En daar worden we ook voor betaald. Dus je hebt een soort business to consumer en een business to business propositie. En het is uit die twee lijnen dat wij de revenues willen genereren dat VC for Africa een sustainable venture is. En zodat de community kan ook blijven groeien. En als je nu vertelt over die community, alles wat je over community leest en hoort en weet en zelf meedoet, moet je toch ook wel heel veel energie in stoppen om dat levend en levendig te houden. En wat doen jullie daarvoor? Dat is eigenlijk ook, denk ik, de basis van wat wij de afgelopen tijd hebben gedaan. Vanaf de vorige keer dat we bij jullie waren, hadden we 4.500 leden of zoiets. En nu is het 15.000. En het gaat eigenlijk over een soort continu gesprek die wij voeren over het concept van evaporative cooling. Bijvoorbeeld als netwerk evenementen, hackers en founders. De eerste was een soort meetup waar ik af en toe naartoe ging. De eerste paar keer is dat heel interessant, want je hebt dus echt de voorlopers. Je hebt de influencers, ja. De 20 mensen die heel erg op de grens zitten van iets nieuws en iets spannends. De 10e keer dat je daarheen gaat, dan is dat een beetje uitgegroeid. En dan heb je allerlei andere mensen die erbij komen kijken. Maar dat zijn mensen die misschien minder interessant zijn. En wat er gebeurt is dat die influencers, die gaan dan weer naar de volgende hot item. Die gaan naar de volgende iets spannends en nieuws evenement. En zo kan je eigenlijk dus ook een community of een groep weer kwijtraken. Ja. Dus wij zijn gewoon vanaf het begin heel bewust bij het idee dat je je leden weer kwijt kan raken als ze niet zeg maar in contact komen met de mensen waar ze een link mee hebben en waar ze waarde van uithalen. Dus inderdaad dat idee dat een jongen die 23 is en een idee heeft, die moet niet in dezelfde kamer gaan zitten als iemand die €750.000 wil investeren in een bedrijf met traction en een team en uitgewerkte business propositie. Dus het hele systeem en de hele community die is gewoon zo ingericht op een manier dat we al die verschillende soort leden toch dat ervaring kunnen bieden waar ze dus echt de waarde van uit kunnen halen. En dat kost heel veel werk. Aan de technische kant, aan de community management kant, aan de curation kant. Ja, want altijd mee bezig. Wat jullie doen is niet heel schaalbaar. Want je hebt ontzettend veel handwerk. Het controleren van de members, het matchmaken tussen al die verschillende partijen. Als je kijkt naar de manier hoe wij ontwikkelen, dan vooral nieuwe dingen, dan doen we dat vaak in het begin handmatig. Omdat wij zelf willen begrijpen hoe werkt iets. En wat is de dynamiek? En hoe gaan we dat juist zeg maar organiseren? Dat we echt waarde creëren voor leden. Maar op het moment dat wij het gevoel hebben van dat begint nu een beetje te lopen en we zien hoe dit gaat werken, dan beginnen we dus ook met een proces van automatisering. Dus dan kan je steeds meer technologie toepassen, zeg maar, waar je dus de human proces kan vervangen. Ja. En daar zit dus de schaalbaarheidspotentie. Maar we bouwen wel, zeg maar, in alles wat we doen, bouwen we wel key moments waar we dus wel de kwaliteit van dingen checken. Ja. Want uiteindelijk is het een keurmerk van kwaliteit die wij waarborgen als brand en als naam. Ja, van de afgelopen jaren, wat is voor jou het grootste succesverhaal van wat jullie proberen te bewerkstelligen? En dan heb ik het over een individueel voorbeeld.
Gewoon een member die iets wilde. Jullie hebben hem geholpen. Een investeerder die blij is. Ja, er zijn heel veel. Dat is makkelijk dan. Van alles. Maak het eens concreet. Ik denk een van de mooiste verhalen die ik persoonlijk... Wat voor mij heel bijzonder is in Cameroen. Dus Cameroen is sowieso niet een makkelijke land. Het is eigenlijk een land waar meeste investeerders zeggen van... nou, daar ga ik dus niet naartoe. Dat is gewoon te ingewikkeld. Maar we hebben een technische team. Ons onderdeel van ons technische team zit in Cameroen. Dus we hebben een link met het land en we kennen de community daar. En ik heb ook wel tijd besteed met die ondernemers uit ons netwerk daar in Cameroen. En dat zijn stuk voor stuk fantastische ondernemers. Met ongelooflijk mooie ideeën en echt wel de potentie hebben om grote dingen neer te zetten. De vraag is altijd, krijgen ze de kans? Want in Ghana is het makkelijker, of in Kenia, of in Zuid-Afrika is het makkelijker. Is de markt groter? Komen er meer investeerders van de vliegtuig rondkijken? Zijn er meer incubators, accelerators, programma's, meer Microsofts, Googles, et cetera, et cetera? Daar is dus een Cameroonian ondernemer, die is naar de VS verhuisd en die heeft daar een bedrijf gestart. En die bedrijf is heel succesvol gaan lopen. En die heeft dus eigenlijk wat centjes verdiend in New York. Dus dat is gewoon een succesvol ondernemer. En ja, ergens in de afgelopen 2 jaar had die meneer het idee van... ja, wat gebeurt nou eigenlijk in Cameroen? Waar kan ik dus in contact komen met ondernemers daar? En heb ik niet een link of kan ik niet een rol spelen? Kan ik niet iets betekenen? En die is dus onderdeel geworden van ons mentorship-programma. Die heeft aangemaild als business expert. Die is dus aan de slag gegaan met het mentoren van ondernemers. En die heeft dus 2 Cameroonian ondernemers in mentorship genomen. En uit die discussies is hij zo enthousiast geworden dat hij 2 investeringen heeft gemaakt. 1 in beide ondernemingen. En ja, ik denk dat gewoon... fantastisch is. Ja. En niemand kan zeg maar dat soort investeringen maken behalve hem. Hij is echt gewoon de man. Hij is gewoon gebouwd om dit soort ondernemingen te ondersteunen. En dat wij een platform hebben neergezet die de koppelingen maakt tussen die 2 en die dat mogelijk maakt. Voor mij is dat gewoon waar het om gaat. Ja. En dat willen we gewoon op vele grotere schalen zien gebeuren. En gaat er ook wel eens wat mis? Ja, tuurlijk. Ja, er was ook laatst een Canadese investeerder. Die heeft geïnvesteerd in een Kenyan start-up, job service, mobile job service. En daar was dus een van de oprichters, die is eruit gestapt. En dat was, heel erg jammer. Want elke onderneming is... vaak wil je dus een sterke team hebben. Ja. Eén ondernemer kan niet alles alleen doen. Ik heb ook een mede-oprichter, Bill Zimmerman. Die doet al onze technische dingen. Want dat kan ik dan veel minder. Dus ook in dit verhaal had je dus 2 oprichters. En ja, dat was samen was dat een sterk team. Maar toen zij eruit viel, was de organisatie gewoon minder sterk. En ze moesten meer geld ophalen en dat is gewoon niet gelukt. Ja, en wat betekent dat voor de Canadese investeerder? Dat is natuurlijk heel erg jammer. Ja, geld weg, maar dat hoort ook. Het is ook het risico van het vak. Hè? Ja, geld weg. Ik heb wel laatst... Is het niet zo dat je alleen maar in Afrika investeert als je ook dat dan weet je wat je risico is, hè? Dat is sowieso. Ik heb wel laatst met de investeerder gesproken en die heeft nog contact met de oprichters. En dus zijn ook nog bezig van hoe kunnen we dus nog iets hiermee verder gaan doen. Dus iedereen zoekt natuurlijk het beste uit elke situatie. Maar het is lang niet makkelijk en het gaat lang niet altijd goed. Ja. En we hebben het tot nu toe veel over geld. Frank Alsma vraagt, is er ook een koppeling met lokale community currency? Bijvoorbeeld ruilhandel of werkt alles via geld? Zijn andere mogelijkheden om te investeren, te betrekken, bedrijven te helpen, et cetera? Nou ja, zoals de mentorship programma. Dus we hebben meer dan 100 business adviseurs uit de hele wereld die gewoon gratis hun netwerk, kennis beschikbaar maken aan ondernemers. En dat zien we eigenlijk werken uit 2 kanten. Aan de ene kant hebben ondernemers
wat ondersteuning nodig en een gesprekspartner nodig voor dingen. Maar het is ook een prachtige manier voor onze businessadviseurs om te leren over die bedrijven en over die markten en waar ze mee bezig zijn. Dus je ziet dat het eigenlijk een wisseling van informatie en kennis is uit twee zijden. En dat gaat niet over geld. Dat is gewoon puur mensen die elkaar willen ondersteunen. Ja. Dus er zijn heel veel verschillende manieren hoe mensen kunnen participeren zonder dat ze investeerder zijn. Hey, dit is VC for Africa. Heb je wel eens over nagedacht qua schaalbaarheid en qua dupliceerbaarheid? VC for Asia, VC for... Ik ga ervan uit dat er sowieso iemand in India is die heel goed begrijpt wat er in India speelt en wat daar moet gebeuren. We hebben wel een infrastructuur en als er zijn mensen die langskomen en vragen van hey, dit hebben we niet daar. Zouden we heel graag daar willen neerzetten? Is dat interessant? En ja, we staan altijd open voor die discussies en kijken hoe dat eruit ziet en wat we daarmee moeten. Maar het is maar niet. Afrika is jouw ding gewoon. Nou, Afrika denken we ook is heel bijzonder. Het is heel uniek. De omstandigheden, de opportunities, de momentum is ook gewoon nieuw. Ja. Dus we zijn gewoon heel erg gefocust op de community die we aan het bouwen zijn. Mooi. Jij nog een vraagstuk? Nee, ik vind het mooi om te zien dat jullie zo gegroeid zijn. En, mooi. Ik hoop dat het zo doorgaat. Ja, ik ook. En ik hoop dat je dat dan weer een volgende keer ook weer komt. Ik ben dan tot weer over 6 jaar. Nee, maar ik ben alweer gefascineerd. Want ik zit dan altijd een beetje door te klikken. En dan zit ik door jullie members. En er is een 15-jarig meisje in Zimbabwe. Die webdesigner en developer is. En president en founder van een bedrijf. En ze heeft een YouTube-channel, is ze begonnen. En in 6 maanden had ze al 1000 subscribers. Kijk. Ja. En ik denk van wow, dat is toch wel gaaf. Iedereen heeft een droom. En je moet het de ruimte geven om het te laten groeien en bloeien. Ja, mooi. Dankjewel. Ja, super. Dankjewel. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. We danken Streamzilla die het mogelijk maakte dat jullie live konden meekijken. We danken YouTube natuurlijk heel erg voordat we al deze uitzendingen daar kunnen plaatsen. Via fastmovingtargets.nl kun je 3 jaar lang topnames terugkijken en alle andere uitzendingen die we verzorgden. Volgende week zijn we er gewoon weer. Of het uit deze ruimte is of uit andere gaan we dan zien. In ieder geval is in de uitzending aanwezig Mark de Vries van Twitter en Brechtje de Leij van nu.nl. Dag.